Dus je voelt je wel uiteindelijk echt Bosnier, terwijl je er eigenlijk niet geboren bent, om het zo maar te zeggen. Toen ik van de basisschool naar de middelbare ging, en dus van een Nederlands dorpje en ook best wel een Nederlands school met voornamelijk witte mensen. Ja, ja. En naar de middelbare school ging, daar waren verschillende culturen. Een van mijn eerste goede vrienden werd een Indiër, ja, met een knot. Dat is een soort van tulband. Maar als je dan een jonge bent, dan ziet het eruit als een knot. En hij had de bril en later ook beugel. Ja, ja. Hij werd een van mijn eerste goede vrienden daar. En ik weet nog dat ik met hem thuis kwam. Ik was 13, 14 jaar. En mijn ouders vonden het ook bijzonder. Want ze kwamen van een, want we waren uiteindelijk van Herwijnen naar Gorinchem verhuisd. Ja. Herwijnen veel echt Nederlandse mensen. Was wel een Marokkaans gezin en dat was dan Surinaams. Dus, en dan wij als Bosniër. Maar in Gorinchem heel veel verschillende nationaliteiten. Dus ze dachten ook, bijzonder, weet je wel, een jongen, ik bedoel, ik had ook nog nooit gezien, ze hadden ook nog nooit een jonge Indiër met een knot gezien. Oké. Okay. Maar hij voelde zich heel thuis en we gingen gewoon samen eten. Hij zei, ik eet geen vlees, wegens mijn geloofssikisme. En dat was gewoon een leuke herinnering aan toen.